Een breedte van 15 meter en 20 rijen ineens zijn de karakteristieken van deze wereldprimeur. Dat komt overeen met de breedte van 9 personenauto's. Of de lengte van een vrachtwagencombinatie. Maar zal het prototype zich ook in de praktijk bewijzen? Nog nooit eerder is waar ook ter wereld een zo groot maaivoorzetstuk ingezet. De specialisten zijn het erover eens. Dit nieuwe maaivoorzetstuk opent een volledige nieuwe performance dimensie. De meer dan 800 pk van de veldhakselaar brengen het voorzetstuk op toeren. Met de volle werkbreedte hakselt het maaivoorzetstuk daarbij in luttele minuten ongelooflijke oppervlakte en kunnen 5 tractoren in zijn hakselspoor naast elkaar rijden. De enorme doorvoer van maïsplanten stoot daarbij op de capaciteitslimieten van de grootste zelfrijdende veldhakselaars. De dwarsdoorvoer is geen probleem voor de 20-rijige machine. Alle planten worden door de transportwalsen schoon en met precisie naar de veldhakselaar gevoerd. De eerste testkandidaat heeft zijn taak uitstekend volbracht. Maar hoe functioneert het voorzetstuk bij de hakselaars van andere merken? De ombouw moet nu op het veld plaatsvinden. Het prototype wordt afgezet op een speciale montagewagen. Blijft het weer ons wel gunstig gezind? Steeds weer trekken donkere wolken voorbij. Het gaat er nu om de ombouw zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. De enorme arbeidscapaciteit van de veldhakselaar maakt wel haast een mysterieuze indruk. De motoren van de sterkste hakselaarmodellen moeten hier met volle kracht draaien om de enorme gewashoeveelheden te verwerken. Tastwielen zorgen daarbij voor de nodige zijdelingse stabiliteit en een optimale parallelgeleiding van het voorzetstuk ten opzichte van de grond. Zelfs wanneer slechts een helft van het voorzetstuk wordt gebruikt, wat nog steeds 10 rijen zijn, is de enorme arbeidsbreedte te zien. En 10 rijen zijn tegenwoordig de meest verkochte arbeidsbreedte. Maar ook het oogsten van slechts 1 rij beheerst de Studie 2020 even probleemloos, net als alle andere standaard maaivoorzetstukken van Kemper. En dat is belangrijk om ook de planten aan de rand van het veld niet verloren te laten gaan. Het is volbracht. Een succesvolle test loopt ten einde. De Studie 2020 heeft de eerste test met succes doorstaan.
De camperspecialisten zijn zichtbaar trots op hun werk. Maar er is nog veel te doen om de machine serie rijp te maken. Maar nu al bewijst de Studie 2020 wat technisch uitvoerbaar is. En daarmee is het een visie op het realiseerbare.